In de stoel voor een flawless face. Dat je. En daarnaast ben ik super blij, want ik heb een vest. Het is helemaal gepimpt. Het is helemaal optional Amanda, zoals je hem kent. Ik neem je af en toe even mee als ik je wat kan laten zien. Dan doe ik dat. De winkel is prachtig en alles is. Wil je gewoon hebben. Hebben. En nogmaals. Hotel in Amsterdam voor een videoshoot opname met Nancy Podium van Branded You. En ik heb daar natuurlijk weer heel veel zin in. Ik werk wel vaker met Nancy Podium samen. Ze geeft online cursussen over hoe je jezelf beter in de markt kan zetten, waarbij ik het uiterlijke aspect mag doen. En vandaag gaan we weer een nieuwe videoshoot maken. Ik ben hier nu in een suite. Ik laat je zo meteen even zien hoe het hier uitziet. Het is heel erg mooi. 1 november ben ik hier weer voor een shoot. Dat is eigenlijk een beauty video shoot. Voor de kerst. Want het is alweer bijna naar de feestdagen komen eraan. Het gaat natuurlijk hartstikke snel. En ik weet niet of je Amanda kent, maar je moet haar even googlen, want zij is een expert als het gaat om flawless make-up. Zij heeft me de afgelopen 2 jaar enorm veel geleerd als het gaat om hoe ik eruit wil zien op camera en hoe ik eruit wil zien op foto. Dus als jij met je personal brand bezig bent en je vindt het belangrijk om er ook goed uit te zien, google Amanda Rijf. En vandaag ga ik haar vragen over hoe ze zichzelf heeft ontwikkeld tot personal brand. Want ze is wel inmiddels een expert. Ze heeft meer dan 100.000 followers op Instagram. En dat heeft ze de afgelopen 3-4 jaar opgebouwd. En dat is natuurlijk ook kunst. Dus kijken jullie met me mee? So Amanda, you're a flawless makeup artist. When did you decide to quit your day job? Because you used to work at Skins. And now people can just hire you. Yes, they can. Actually, that's a difficult question for me. I think the moment I decided to quit my day job was when I found that I had a lot of requests and more requests that I could handle with having a full-time job at the same time. It was very difficult for me to get to the point of living my dream, being able to do all the creative things I would love to do within having a full-time job. It was difficult because I loved the place where I was working. I had a lot of beautiful colleagues, very nice. It's a very nice, like a family. And I love the family feeling, so it was hard to pull
away from that and start on my own, knowing that I would have to start where I left off and trust on my network and on my knowledge to see how far that was going to take me. So the amazing thing is, when I quit my job, people actually started calling me and mailing me because they knew I was available. And it's like a book I once read, Feel the Fear and Do It Anyway. And that's been a great life lesson for me. I felt the fear and I jumped and I swam, and I'm doing well. I didn't drown. Als het zo ontzettend grijs weer is buiten, dan heb ik echt zin in een stevige tegenhanger en het heet van mij kleur. Hoe meer kleur, hoe beter. Ik heb vandaag op mijn ogen een eye palette van Inglot. Die heb ik je al eerder laten zien bij een opname van Abel. Zo ziet hij eruit. Echt super mooi. En die kleuren zijn semi-mat en heel makkelijk in gebruik. Maar ik ben op dit moment heel erg verliefd geworden. En echt heel erg verliefd geworden op een nieuwe palette van MAC Cosmetics. En het komt uit de voorjaarcollectie Spring 2017. En het zijn echt ideale crème oogschaduws. Waarbij je dus, als je meer pigment wil, nou, de Inglot palette dus eroverheen kan doen, zoals ik dat aan heb gebracht. En een beetje dat burgundy kleur. Ik mag dat wel. Ik ben daar heel blij mee. Er is een nieuwe lipstick. Nou, ik weet trouwens niet of die heel erg nieuw is, maar het is een vintage lipstick van Charlotte Tilbury binnengekomen. En het heet Queen. Nou, hoe toepasselijk. En ik heb hem nu op. Het is een beetje roze-rode kleur en ik vind hem helemaal te gek. En nu moet ik als een idioot gaan inpakken, want ik ga naar Malta. Yay! Een paar dagen, 4 dagen. Het is een persreis met een aantal hele leuke mensen. En het wordt een soort van luxe Sex and a City-achtige reis. Waarbij we allerlei bezoeken gaan doen, lekker gaan eten. We gaan een stukje varen. En ik heb net al mijn zomerkleren zo'n beetje naar achteren geduwd. En mijn winterkleren naar voren gehaald, dus dat wordt leuk. Dus het is een beetje ravage hier. Maakt niet uit, kan de plek niet drukken. Ik heb er heel veel zin in en het is nu tijd om in te pakken. Doei!